De route is ongeveer 30 kilometer en het is ook de bedoeling dat we dan bij mensen thuis naar kunstwerken gaan kijken die zij ofwel als hobby produceren ofwel die zij maken in functie van hun werk. Dat is eigenlijk een heel interessante route die gedaan kan worden en dat is een jaarlijks evenement dat terugkeert.